Tuurlijk. Jolan. Ja? Ik heb hem hier op de kop liggen. Oh. Ik de kleedkamer ook, want alles stond me eruit. Dit is mijn muziek gewoon. En hier hoor ik mezelf op zingen zometeen. Dat is ideaal. We zijn natuurlijk niet aan het stilzitten. Hè? We zijn aan het vooruitstreven. Om niet te zorgen dat we één nachtvlieg gaan zijn. Maar zeker niet. Dus is het professioneel geworden? Ja, zeker. Er is heel veel veranderd. Dat is ideaal. Het enige nadeel vind ik altijd hiervan. Als je na het optreden hebt, dat je geen contact met je publiek zeg maar, hebt. Zo. Want je hoort bijna niet wat de mensen in de zaal zeggen. Dus ik doe wel eens eentje even uit dan of zo. Hè, met een dingetje. Maar dit is wel echt ideaal. Een must. Bijna. Ja, dat kun je niet meer zonder. Voor grote festivals. Festivals, tv-shows, allemaal met in-ears. Daar kun je niet meer onderuit. Dat is echt, 2500 mensen zijn naar Arnhem afgereisd. Hoe is het? Woon lijk ik weer 42? Voor René Leblanc. Zeker. Kan je niet nog mooier worden? Totaal andere kleur. Ja. Een Winnetou effect. Ben je een verzorgertype, weet je wel? Ik vind altijd zo, dat vind ik weer een lastige vraag, want ik word altijd afgerekend op mijn haar. Dus ik vind het niet zo fijn om de antwoord op te geven, weer eigenlijk zo. Want ik krijg daar weer gezeik over. Maar ik ben wel verzorgd. Ik ben een verzorgtype, ja. Ik ben heel schoon. Ik douche 2 keer per dag. Ik hou van lekkere geurtjes. En, dus ja, ik ben zeker wel verzorgd, ja. Ja. Even zo goed. Ik sta in de eerste show. Frans Duits, Danny de Munk, leuk. Jan doet presentatie. Legendary. John de Bever. Jeroen, allemaal bekende namen, dus ja, leuk. Het zijn jongens die ik allemaal ken uit 20 jaar op podium staan, dus ik ken heel veel allemaal. Dus dat vind ik wel leuk als je weer terugziet. Bepaalde collega-artiesten, die zeggen ook tegen mij van René, jongen, wat ben je als een spier gegaan, hè? Het is je van harte gegund. Hoe is het met u, meneer? Goed. Ja? Kijk. En Jan? Ja, nee, goed. Ben jij niet die meneer uit Nijmegen? Ja, dat weet ik. Ik heb hem wel gezien. Nou, weet je, ik heb een compliment gehad van onder andere Jeroen van der Boom. Die zei, je doet het geweldig. Ik zat met Danny de Munk laatst in de kleedkamer. En dan echt op zijn Amsterdam. Hey, Pik, je hebt het goed gedaan. En dan ben je daar wel trots op. En als je dan ziet dat ik met Hans Klok al 2 jaar wel gewoon correspondentie heb. Maar nu elkaar een maand of 3, 4 geleden hebben leren kennen. En dat het toch iemand is waar ik nu gewoon mee aan het bellen ben gewoon. En aan het appen. Ja, ook, het is een gewoon mens, hè, dat snap je wel. Maar je hebt toch nu wel een bepaalde cirkel met mensen waar je toch wel iets persoonlijker contact mee hebt. Momentje van rust doet wonderen voor zijn stem en zijn humeur. Nou, weet je, je gaat zometeen natuurlijk het feestgedruis in. Hè? Dus er wordt zometeen gas geven. Ik vind het heerlijk even zo'n momentje voor mezelf te pakken. Even gewoon. Hè? Dus dat vind ik gewoon even lekker. Even gewoon even de boel observeren van afstand. Toch? Nee, dat is heerlijk. Ik moet het uitleggen. Gewoon even niet in me praten. Dat is het eigenlijk. En dan, daar is het moment. René mag stralen op het podium. Met zijn oortjes en een strak pak. Dit is kicken, hier doe je het voor, hè? Weer optreden voor het publiek. Zo noemen we dat maar. Bam, meteen 2.500 mensen. Geweldig, echt. Heel blij mee. Dank jullie wel. Meer zien? Ga naar kijk.nl. Kijk opent je ogen.